Goedemiddag, ik ben Dirk Schenk van Team 26. We spelen darts. Wij zijn 4 jaar geleden begonnen met het spelen van de Super League darts. Dat is op landelijk niveau. En het eerste jaar zijn we 3e geëindigd, het tweede jaar 4e. Afgelopen jaar zijn we glansrijk kampioen geworden in de overgangsklasse. En we spelen nu op het allerhoogste niveau van Nederland. En we staan op dit moment nummer 1 na 7 speelrondes. We trainen ongeveer 1,5 tot 2 uur per dag. En dit geldt dan voor de spelers die een fulltime baan hebben. Daarnaast hebben we nog een aantal spelers die of gedeeltelijk of helemaal niet meer werken. En die trainen toch echt wel 6-7 uur per dag. Op dit moment staan we dus eerste van Nederland. Nou, ons doel was op voorhand handhaving. Op dit moment staan we zo goed te spelen dat we eigenlijk stiekem toch gaan denken aan een kampioenschap. En daarnaast is het natuurlijk een hele mooie opstap om te kijken van welke spelers er eventueel een professionele carrière kunnen opbouwen. We hebben er inmiddels al 1, dat is Ron Meulenkamp. Die is al volledig professional. En daarnaast is nu Geert Neentjes, bij iedereen wel bekend. Op dit moment ook actief op het WK. Nou ja, wij vinden dat wij het meeste recht hebben om te winnen. Omdat we er heel veel tijd en energie in stoppen in onze sport. En op dit moment ook laten zien dat we daadwerkelijk een van de beste teams van Nederland zijn. Mijn naam is Jan Sloten en ik ben aanvoerder van SV Heerenveen. Afgelopen jaar zijn wij 5e schijnig in de hoofdklasse C, hebben we de finale bereikt van de districtsbeker en zijn we doorgedrongen tot de 3e ronde van de KNVB-beker. Met Heerenveen trainen wij 2 tot 3 keer per week, 3 keer in de voorbereiding en 2 keer in de rest van het seizoen. En daarnaast zijn vele jongens nog actief in de sportschool om de fysieke gesteldheid verder te ontwikkelen. Dit jaar willen we een nog hogere notering behalen in de hoofdklasse C. Verder willen we graag de districtsbeker winnen en daarmee ook gelijk KNVB-beker voetbal afdwingen. Ik vind dat wij sportploeg van het jaar moeten worden, omdat wij met uitsluitend eigen jongens op dit niveau voetbal acteren wat nagenoeg uniek is in Nederland. Verder is dit ook een erkenning voor zowel de hele jeugdopleiding als de club, want samen zijn we tot deze prestaties gekomen. Hallo, wij zijn Janieke, Anna en Denise en wij zijn het trio in de B-junior. Het afgelopen jaar hadden we 3 plaatsingswedstrijden. En dat was ons eerste jaar in de B-junioren. En we wisten niet echt wat ons plekje was in die wedstrijden of het niveau aankonden. Toen de eerste wedstrijd merkten we toch wel dat we een van de beteren waren. En toen de tweede wedstrijd werden we eerstes. Daarmee hadden we ook de limiet voor het NK gehaald. En op het Nederlands kampioenschap draaiden we 2 topoefeningen en kregen we hoge punten en toen werden we Nederlands kampioen. Nou, wij trainen 4 keer 2,5 uur per week, dus samen 10 uur. En ons training bestaat eigenlijk merendeels uit kracht en lenigheid en conditie. Daarnaast doen we ook echt basis voor ons team, dus om onze elementen ook sterker te maken. De laatste 1,5 uur doen we echt oefeningen en zo vaak mogelijk oefeningen en daarmee bouwen we ook weer conditie op en zo. Ons doel voor dit jaar was eigenlijk om onze laatste jaren als team door te gaan en weer het NK proberen te halen. Maar jammer genoeg heb ik aan het begin van dit seizoen mijn binnenste knieband weer gescheurd. Dus dat gaat er niet worden. Dus trainen zijn nu hard als duo om toch in dit niveau Nederlands kampioenschap te halen. Wij vinden dat wij moeten winnen omdat Akron nog een beetje onbekend is op Urk en niet zoveel mensen weten hoe hard wij trainen. Want altijd als wij dat zeggen, dan schrikken ze er wel van. En het is gewoon heel erg hard trainen en doorwikkelen, maar het is ook juist heel leuk in het team.